Dit ding is zo vet, hè? Yo mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games. In deze video, zoals je ziet, spelen we met de 4th of July. Nieuwe skins die legit gisteravond online kwamen. Dat is eigenlijk best wel raar, want die skins worden eigenlijk vandaag, wanneer ik het opneem, online te komen. En ja, ze kwamen gewoon een paar uur eerder, dus geen idee waarom. Maar we spelen natuurlijk met de nieuwe teddyberen skin. Ik heb natuurlijk de roze teddybeer ook en dit is zeg maar... die roze teddybeer, maar dan andere kleur in de Amerika-stijl natuurlijk. Dus we gaan naar Tilden Towers. We gaan kijken of we hier een goede score kunnen gaan neerzetten. En kijken of we wat winst kunnen halen. Ik heb in ieder geval wel een leuke pistol. Dus ik laat jou er even uitkomen. Ja, die kerel kon daar niks aan. Of hij moest eruit en dan werd hij doodgeschoten. Of hij bleef daar zitten en dan ging hij een... ja, dan kreeg hij mooie een plunger net op zijn kaak. Maar ja, hey, eerste kill zat binnen. Easy peasy, zeggen we dan. Ik wil hier een kistje, by the way. Dus die wil ik ook wel even hebben. Een SMG. Nou, hartstikke leuk. Die hoef ik eigenlijk niet. Mooi. Nou, we hebben al een kill. Hier wat shot ammo. Hartstikke fijn. Ik wil een grijze tag, jongens. Een grijze tag. Kom op. Jullie weten allemaal hoeveel damage de shotguns tegenwoordig doen. Dus dan moeten we eigenlijk wel de beste van de beste shotguns zien te krijgen. Oké, ik dacht legit dat daar een heavy uitkwam. Maar nee, wel een grote shield dood. Dat is wat chill. Oké. Ja, die minigun hoef ik niet. Ik neem wel deze nades mee. Dat is wel handig. In ieder geval gewoon veel explosies. Oh, wauw, de laag. Oké, daar liggen nu legit mini-shields. Die hadden we wel eerst in kunnen nemen in plaats van de grote. Dat heb ik altijd, dat ik die grote shield in wil nemen. Zodat je in ieder geval zekerheid dat je in ieder geval shields hebt. Oké, nou, hey, we hebben alsnog een grote shield, dus who cares. Alleen, ja, dan wil je zeg maar die shield innemen. Zodat je in ieder geval weet dat je gewoon een goede shield hebt. Alleen even later kom je dan weer minis tegen en dan kan je die weer niet innemen. Dus dat is altijd wel een beetje ruk. Ik denk dat hier beneden... Ja, oké, goed gegooid. Ik weet nooit welke muur ik moet weghakken. Oeh, die SMG is wel sterk. Ik neem die SMG mee. En die plunger ineens laat ik achterwege. Oké, nu helemaal. Zo, oké. Ik weet niet. Ik vind plunger ineens hartstikke leuk, maar... het is niet echt chill voor... Ja, ik weet niet, man. Ik vind een pump sowieso nu wel chill om mee te nemen. Die gewoon ineens ook, trouwens. Ik heb wel een beetje splaak geplekt, merk ik. Oké, we gaan de rest van Tilden even bezoeken. Even of we wat mensen zien. Holy shit, wat is hier gebeurd? Ik zie daar een guy. En die is dood. Die silence pistol, by the way, jongen. Is sterk as fuck. Oké, die gaat helemaal door. Nice. Hey, we hebben al 2 kills. Easy peasy, zeggen we dan. Eigenlijk laat ik die SMG wel achter. Want die pistol is eigenlijk al wel chill genoeg. Oké, ik ga die guy maar even looten daar beneden. Want hier ligt behoorlijk veel. Wat AR ammo. Oké, wat is handig om mee te nemen? Oeh, C4's zijn heel sterk, by the way. Ja, dat is echt chill, gast. Die C4's. Wacht, dankjewel. Oh, het is er maar 1. Wauw. Ja, shit, sorry. Ik hou die suppressed pistol, man. Het gaat op dit moment wel lekker met dat ding. Ik ga hier denk ik even wat pellets hakken. Dan hebben we in ieder geval weer genoeg hout natuurlijk om te pushen. Want ja, ik kom altijd zonder hout of iets te zitten om te bouwen. Omdat ik natuurlijk knijter veel bouw. En dan... Oh, yo. Daar kwam vandaar. Oké, let op hè, C4's. Oké, ik ging net mis. Vriend, jij bent gedood. Die suppressed pistol is echt sterk, man. Wow, yo. Dat ding doet echt damage as... Holy shit, gek. Oké, ik moet nu even gaan kijken. Wat ga ik allemaal meenemen? Die snipe hou ik sowieso. Dan gooien we die blauwe pump ook even mee. En op zich deze. Zo, oké, dit is prima. Oké, ik zie hier weer een enemy. Dan moeten we deze even outbeelden. Dikke buildfight. Hij is geflikkerd of niet? Hij is gevallen. Ja, hij zit daar beneden. Onder de bus. Doen we gewoon dit. Oh, wat? Dat ging echt per ongeluk trouwens, die sniper daar. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik laat je niet healen, vriend. Ik moet mijn plateau er kunnen opplaatsen. Hij is te snel, man. Ik ben niet... Ah! Wat kut. Wacht. Nee, hoe snel doet deze guy het? Ik heb een idee. Schiet het allebei weak? Oh my god, ik kan deze guy. Dit is onmogelijk. Ik ga dit volhouden. Deze guy is echt te snel in dit. Dacht er niet, vriend. Gaat hij dit weer doen? Hij heeft die nieuwe wapen trouwens. Oh, die wil ik wel even hebben. Zes damage, jullie zagen het. Oh my god. Oké, we hebben hem. Geef mij maar even die en dit mooie wapentje. Er is er nog een... Oh my god. Ik dacht dat daar nog een plateau op zat. Oké, chill. Holy shit. Dit was even... Ja, een wat mindere fight zou ik maar zeggen. Het kostte even wat tijd, maar hey, we hebben het. Soms heb je gewoon wat irritante fights ertussen zitten. Maar dan moet je gewoon goed de tijd voor nemen. Niet overhaast beslissingen nemen. En dan kill je vanzelf wel diegene. 4 kills. En we hebben een nieuwe Tommy Gun wapen. De Drum Gun. Die zeg maar ook gisteren is uitgekomen. Dat is wel super dope. De blauwe versie, dat is de beste variant die er is op dit moment in de game. Ik denk ook dat er niet echt betere variant in komen. Want dit ding is al behoorlijk sterk van zichzelf, ouwe. Dus een betere variant, ja, dat hoeft er eigenlijk niet in. Hij doet me toch een damage, jongen. Oh, ik hoop dat ik gewoon even in deze video natuurlijk dat even gewoon goed kan showen. En ja, waarschijnlijk kennen jullie hem al wel, dit wapen. Want ja, hij is al gisteren uitgekomen, weet je. Dus ik ben niet echt op tijd met de hype natuurlijk. Dus dat is wel wat minder, maar... Hey. Alsnog, gewoon een super chill wapentje om te hebben. En hij ziet gewoon dik uit, gewoon deze skins. Het lijkt net GTA. Voor de mensen die natuurlijk GTA ook vroeger speelden, had je ook van dit soort skins zeg maar elke keer. En dan had je ook de Tommy Gun, de Drum Gun zeg maar. Dus dat is wel dope. Oké, even wat ammo erbij, hoppa. We hebben in ieder geval weer de shield, dat is wel chill. Ik kon by the way die mini shields nog in die toren meenemen. Nou, fuck dat. We hebben een launchpad, dat is mooi. Ook een trap, dat is ook wel geinig altijd. Ik weet niet, man. Ik weet niet of er nog mensen in Tilden zitten. Het zit nog wel safe. Nog een groot shield. Oh my god. Wat een luck hebben we toch. Even zien. Ja, we zitten nog echt midden in de safe zone. Dus ik blijf hier nog wel even zitten. Want ja, er komen er vast nog wel wat enemies hier naartoe. Nog een groot shield. Ik neem die mee. RPG is sterk as fuck. Oké. Nice. Ik ben blij over... Ik ben zeker tevreden over mijn loot. Ik pak die medkit toch wel even voor die 10 HP. 10 HP, het lijkt niks. Maar het kan toch wel even... Ja, je leven bepalen, zeg maar. Want ik heb heel vaak dat ik nog met 1 HP het overleef. Dus, elk HP'tje is gewoon belangrijk. Dus, medkitje, neem we gewoon even in. Het is toch maar 10 seconden of zo van je hele game. Het is, ja, het duurt wel eventjes. Maar, we zitten toch niet in de fight. Dus het was wel even handig. Oké, ik heb werkelijk geen idee of er nog mensen naar Tilden gaan komen. Of überhaupt nog zitten. Dus het is gewoon puur even rondgluren. En kijken of we iemand tegenkomen. Zo, ja. Probeer hem natuurlijk te killen, zo niet. Moeten we denk ik even weggaan uit Tilden Towers. En dan gewoon ergens anders heen. Ik ben niet echt aan deze kant van Tilden nog geweest. Dus de kans dat hier iemand zit is er wel aanwezig. Ze kunnen trouwens ook naar die gebouwde shit allemaal gaan. Dat doe ik in ieder geval ook altijd. Als je iets ziet gebouwd worden of iets wat gewoon op een fight lijkt. Ga ik er altijd op een fight lijkt. Op een fight lijkt. Jongen, wat een... Joh, wat de hel. Dat was echt moeilijk om te zeggen ofzo. Nou, ik zie... Het is echt rustig nu, man. We hebben wel 4 kills. Dus het is niet te veel, maar het is ook niet te weinig. Dus dat is wel prima. Hier heb ik nog heel veel pallets. Nou, dan gaan we dat even hakken. Beter te veel dan te weinig hout, zeggen we dan. Zit hier nog wat in? Nou, pistol ammo hoef ik niet. Er zit wel AR ammo in die... hoe heet dat? In die Tommy Gun. In de Drum Gun. Ik zeg altijd Tommy Gun, omdat ik dat gewend ben. Dus ja, dan weten jullie dat ook. Want ik dacht, ja, op zich... Het lijkt niet echt op een AR, maar ook weer wel. Het was in GTA een submachine gun, zeg maar. Dus misschien dat daarom ik een beetje verward raak in de classes weapons. Maar er gaat dus legit gewoon AR ammo in, dus... Dus ja, ik neem me ook gewoon altijd mee voor een AR. Als ik een Scar vind, neem ik hem wel, laat ik hem wel liggen. Want de Scar is wat chill. En ik zie eindelijk een enemy. Oké, hij maakt wel een poort voort gelijk. Dus die kerel, ja, die trekt wel even de aandacht van mij. Ga daar eens even heen. Geen idee of die überhaupt er nog in zit, hè. Het kan ook gewoon een bait ding zijn, dat hij al gewoon verder is gelopen. We will see. Hallo? Dat bedoel ik. Zie je? Het was een bait. Hij zit op die dak. Let op, hè. Sniper kill. Woe. Zit hij nou met een heavy te schieten? Oké, hij probeert het wel. Oké, laat me heel even dit van hout maken. Zo. Woe. Wat ga je doen, bro? Wat is hij aan het doen? Wat heeft hij voor wapen? Dat wil ik even zien. Even gluren. Hij heeft een pump. Oké. Doei. Oh my god. Dit ding is sterk, vriend. Oh my god. En we hebben de blauwe versie. Nou, we hebben in ieder geval even kunnen showen. Je zag het. Dat ding is sterk. Oh, ja, dat was weer damage. Wat onnodig was. Zie je, hij gebruikte dit als een bait. Zodat het leek alsof hij in die poorten voort zat. Maar hij zat gewoon het gebouw ernaast. Dat op zich wel slim was van hem. Maar het heeft alleen niet goed voor hem uitgepakt, hè? Want we hebben hem alsnog gedood. Dat is wel mooi. Chill, 5 kills, prima. Geen dat er nog iemand op afkwam. Dat is natuurlijk geschoten, daar komen altijd wel mensen op af. Hier is ook wel gebouwd trouwens. Kom maar, enemies. Ik weet niet, man. Tilden Towers zit nog steeds wel safe. Ah, er moeten toch wel hier nog mensen zitten. Ik vind het altijd zonde om weg te lopen als ik hier bijvoorbeeld kills kan halen. Maar ja, ik zie op dit moment niet echt mensen lopen. En ik hoor ook geen schoten. Ik zie hier wel wat gebouwd, dus ik ga wel een beetje hier naartoe. Dan gaan we ook gewoon wat meer de safe zone in. Kijken of we dan mensen vinden. En dan moet het allemaal wel goed komen, hey. Ja, Loot Lake, het is niet echt mijn favoriete plek om te lopen. Maar hey, het moet wel. Daar is ook wel veel gebouwd, gasten. Oké, nou, we lopen gewoon even hier naar het noorden. Even wat hout hakken ondertussen. Give mij some wood. Ik zeg je eerlijk, ik vind deze skin wel chill spelen. Ik was niet echt de grootste fan van dat beertje. Ik gebruikte hem eigenlijk ook bijna nooit. Alleen toen die ja, echt net uitkwam. Dat heb ik altijd bij skins. Maar deze, ik weet niet, dat blauwe en rood, het ziet er wel cool uit gewoon. Natuurlijk de Amerikaanse stijl. Ja, dat is wel sick. Oké, daar zit 100% een guy. Laten we dan gewoon daarop pushen. Dan zitten we een beetje high ground. Weet je wat? Oh, weet je wat we gaan proberen, jongens? We gaan gewoon proberen hoger te bouwen dan hij. En dan gaan we met impulsnades proberen hem eruit te impulsen, oké? Dat lijkt me echt geweldig als we daar een kill mee kunnen krijgen. De impulse grenade kill. Dat zou wel sick zijn. Ik weet niet, ik heb 666 hout. Snel even plaatsen, zo. Dan begint het ongeluk, jongens. De duivel natuurlijk. Oké, ik weet niet of hij mij gaat zien, want het zit wel een beetje hier. Ik denk dat hij mij wel gaat zien. Of net hier is. Of net niet. Of net niet volgens mij, gast. Holy shit, dit zal echt geweldig zijn. Wacht. Oh, fuck, dit is wel kut. Oké. Hij gaat lopen. Ja, hij ziet mij. Ja, oké. Ja, shit. Ik wil met een impulsnede eraf kukelen. Moet ik even op een goede manier doen. Hij moet mij pushen nu. Nee, bouw je niet in, gast. Hij zit te ver van die rand. Hij moet dichter bij die rand gaan staan. Daarop gewoon. Ik hoor hem wel. Zit hij daar nou? Nee, hij zit daar veel te hoog, ouwe. Shit. Nou, impulsnezers zijn op, helaas. Ik heb gewoon een RPG, hoor. Dus, hey, vang die maar. Dit ding is zo vet, hè? En vet sterk. Oh, dit is niet zo slim. Lol. Oh god, wat een overpowered wapen. Oké, ik geef het toe, jongens. Ik zei dat ik een Scar mee ga nemen, maar voor de video houden gewoon die Tommy Gun even, want dit ding is geweldig. Op zich ook best wel gewoon sterk eigenlijk. Ik weet niet eens of we een Scar nodig moeten hebben. Oké, voor de afstandjes zou een Scar wel wat chiller zijn, maar fuck dat. Fuck dat. We gaan nu gewoon dit wapen. Holy shit, dat was wel echt ja, easy kill zou ik maar zeggen. Die kerel, het schiet ook best wel accuraat dit wapen, hè? Terwijl je hem eigenlijk ja, een beetje vaag vasthoudt. Het is een beetje zo onder je arm en niet zo heel erg van... Kijk, deze doe je echt in je schouder, weet je wel. Maar deze heb je gewoon meer van, ja, zo los hangen of zo. I don't know, ik praat weer echt onzin volgens mij. Oké, ja, dit is weer leuk. Het is een beetje endgame en dan wordt het altijd wat rustiger natuurlijk in Fortnite. Dus we moeten even weer wat mensen gaan spotten en dat is wat moeilijker nu. Ik moet wel een stuk die kant... Oh shit, dit is echt... Oh my god. Het is ook nog op de helft van Loot Lake. Ik kan... Zou ik dat kunnen lopen? Gaat hij snel de safe zone? Nee, oké. Ik zat te denken om mijn launchpad te gooien, maar... Ik denk dat ik het wel red nog met lopen. En anders gooi je hem altijd nog neer. Oké, let's go. We gaan naar beneden. Nog 4 mensen remain, dus het is niet heel veel. Misschien kunnen we nog die 10 kills halen. Dat zal wel dope zijn. Dan moet er niemand doodgaan. Dan moeten wij alle kills nu zien te pakken. Dus dat is best wel lastig. Maar hey, als we maar gewoon die win halen, vind ik het alweer helemaal prima. Ik gooi hier gewoon even een trap voor, dan kan die er niet uit. Aha. Geen idee of daar iemand zal zitten hoor, maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Straks krijg je gewoon een gratis kill daardoor, door een trap. Oké, ik zet nu wel even die launchpad hier weer gereed. Oké, mooi. Ja, zie je, we zitten alweer safe. Mooi, dan was het niet het waard om die launchpad uit te gooien. Loot Lake huisje zit safe. Daar wordt me een build battle gegooid, jongen. Oh shit, dat is wel ver weg, ouwe. Nou, ik denk niet dat die 10 kills er nu in zitten. Ja, die kill gaat helemaal naar beneden, man, gek. Daar zitten wel mensen dus. Ja, 10 kills wordt hem niet meer, jongens. We kunnen nog maximaal 3 man vermoorden. Dat is niet genoeg voor de 10. Ik zag daar een rode skin en dat viel me wel alvast op. Die zat daar, maar die is naar beneden gevallen. Maar ik zie hem nergens meer. Oeh, er wordt nog steeds gebouwd trouwens. Ik heb ook geen van die bouncer pads. Dat vind ik wel jammer. Dat, zijn echt, dat vind ik echt chill in endgame. Om die dingen te hebben. Ik kan gewoon snel even uit zo'n toren springen. Oké, even wel een boompje hakken. Oh, wauw. Waar zitten alle enemies? Oh, daar zit hij. Zie je? We gaan er gewoon heen. Fuck it. We want the kills, bros. Oké, daar verderop. En hier zit sowieso een guy. Zit hij in dat hok, joh? Fuck it. Nee. Oh, hij zit al helemaal daar. Ik moet pushen. Ja, shit. Nu. Oh my god. Die guy is volgens mij best wel ruk om tegen te krijgen, man. Passie. Dat is die gozer met die rode skin van net. Volgens mij heeft hij die rex skin. En dan die rode versie. Geen idee hoe die heet. Oké, we gaan hem pushen. Ik heb een RPG, dus daar hebben we nog best wel een chille voordeel bij. Het is alleen... Hij bouwt daar wel de boel even dicht. Geef me even wat hout. Hier, hoppakeetje, altijd meegenomen. Toch weer 500 hout bijna. Oké, ik ga hem pushen. Ik denk dat we echt uit moeten kijken voor deze guy, hè. Hij bouwt snel, dat is kut. Voor ons. Kom, maak het... Edit hem maar. Oh, hij is een beetje aan het kutten. Dat was toch weer een hit. Ja, kerel, als ik een RPG heb, ga ik ook pussy spelen, hoor, vriend. Hij bouwt goed, hoor. Hij blokt alles goed. Ja, dit is dan weer zo te voorspellen. Oh, dit is de laatste alweer. Wat? Met de Tommy Gun dan. Dit wapen is zo sterk, gozer. Oké, nice. Chill. Lekker. Dikke bouwfight wordt dit, gast. Hij is steeds iets sneller dan ik. Nu ben ik iets sneller. Oh my god. Wat is dit? Holy shit. Ah, hij had hem eronder geplaatst, ouwe. Dat hoort niet, gast. Oh my god. G-fucking-G, ouwe. En even dat sterretje natuurlijk pompen, jongen. Zo doen wij dit, jongen. Wat? Ik dacht van, oh shit, hij gaat zo'n bouncer pad gebruiken. En hij schiet dan de safe zone weer in. Maar dat wou ik dus ook doen. Dus ik edit die trap weg. Maar die bounce pad zat niet in dat hokje waar hij zat. Hij zat daaronder. Dat was echt heel apart, ouwe. What the fuck, ouwe. Maar G voor deze guy, ouwe. Easy, jongen. Echt. Dit is ook legit de eerste keer dat ik een opname nu gelijk aangooi. En ik heb gewoon gelijk het eerste potje weer. En een winnetje erbij natuurlijk. 7 kills is natuurlijk, ja, niet de 10 die ik altijd probeer te halen. Maar hey. Was een lekker potje natuurlijk met de nieuwe skin en het nieuwe wapen die we even hebben getest. Dus dat was super awesome, jongens. Holy shit. Holy damn. Jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video natuurlijk leuk. Beloon het dan zeker even met een duimpje, mag het super dope vinden. Check ook even mijn social media hier in de beschrijving. En vergeet niet zeker even te abonneren. En vergeet ook niet dat belletje aan te drukken. Dat is heel belangrijk namelijk. Het zal super dope zijn, jongens. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.